Vol enthousiasme worden alle teams stuk voor stuk onthaald in het centrum van Rotterdam. Onder andere door ambassadeur en oud-topatlete Nelly Koeman. Ja, al die zoenen en al die knuffels, dat is toch het mooiste ambassadeurschap. Een van mijn ambassadeurschappen die ik hier kan hebben is gewoon power. Trots! Ik ben echt een trotse moeder! En ook bij de deelnemers komen na zoveel dagen fysieke inspanning de emoties los. Ja, dat was wel zwaar, maar wel heel leuk. Ja, zeker weten. Ja. Weet je, als je 4 dagen met elkaar loopt, en je weet waarvoor je dat doet. En er staat deze kleine man hier op te wachten. En wie is dat? Dit is mijn kleinzoon. Ja, het is gewoon fantastisch, weet je wel. Harry Drost vertrok gisteren met zijn collega's van het Veluws College Kortenbos vanuit Almelo. Hij en zijn team hebben een mooie tocht gehad. Hoe is het gegaan? Geweldig goed, echt geweldig. De run was mooi, het weer was mooi, alles was mooi. Vannacht om 3 uur een vrouw alleen met een kaarsje langs de weg. Nou, ik weet niet wat indrukwekkender is, zo'n hele grote mensenmassa of dat die vrouw alleen met een kaarsje op de weg. Dus ja, dat is wel mooi. Ja, daar doe je het voor. Een kleine domper was dat iemand in de buurt van het Brabantse Steenbergen punaises op de weg had gegooid, waardoor ettelijke fietsbanden van de deelnemers lek geprikt werden. Toch kon dat voorval niet beletten dat alle teams de eindstreep haalden. Nou, eerst een teamfoto en dan gaan we hier de terrassen op en dan gaan we, ja, kijk wel. Het biertje? Waarschijnlijk wel. Ja. Hoi, hoi.